Rijnsburgse boys in het vertrouwde geel-zwart zonder Resham Shadar. Hij zet de schorsing uit. Marvin Wijks. Aan de rechterkant gaat hij zijn tegenstander voorbij. Wijks. De voorzet. En doelman Rijnvis. Goeie actie van die vleugelspeler van Rijnsburgse boys. Van de vijver. Hessing. En Rijnvis. Jeroen Hessing, verdediger, gaat graag mee naar voren. En doet dat regelmatig. Lesmaas. Ignacio. Hessing weer. Hessing! En weer die keeper. Rijnsburg beter in deze fase van de wedstrijd. De ploeg uit Gelderland. Met de corner. Het schot van Nieuwkoop. Woehoe. En de rebound voor Huijmans. Goeie actie van de doelman van Rijnsburgse boys. Eerste kans voor Sparta Nijkerk. Die uit dit seizoen alleen van Ajax heeft verloren. Van de vijver. Van de vijver. Het vizier niet op scherp. Danny van de vijver. Aanvoerdersband weer om. Na 9 maanden blessure leed en een invalbeurt. Zijn eerste basisplaats. Jaap Jong. Jong, goed balletje. Rijenburg doet zijn tegenstander weg, bal voorlangs. Ruststand op de Middelmoors, 0-0. Kans daar, naast. Koftoot van Frank ter Voet. Goeie spits is dat trouwens. Een ander beeld als voor de rust. Sparta Nijkerk, nu de betere ploeg. Amers Guillaume met de voorzet. Nou, weer die Dave Huijmans. Dat zijn toch mogelijkheden, hoor. Van Nieuwkamp. Attent gereageerd, voordat Van der Wal gevaarlijk kan worden. Donny van der Wal. Frederiksen, het schot van Nieuwkoop met de vingertoppen. Ja! Zo zie je maar, een wedstrijd met twee gezichten. Tweede helft duidelijk voor Sparta Nijkerk. Oeh, tol, wat is dit? Ja, dat lijkt me rood. Ja. Ja, geen twijfel mogelijk, want er zijn wel protesten. Kijk maar. Ah, gestrekt been. En dat betekent dat Rijnsburgse boys verder moet met 10. En hij onder de douche mag gaan staan. Corner voor de Uien. Proost. Hens, dit is Hens. Scheidsrechter. Ja, dit is toch Hens? Nog eens kijken. Proost kopt, arm gaat omhoog. Ja, dit is gewoon Hens. Dit moet gewoon een penalty zijn. De hand van Crux. Ik kan me de protesten wel voorstellen. De penalty komt niet. Maar alsnog nog steeds 0-0. Kans hoor. Wat Sparta krijgt. De tweede helft is duidelijk voor de ploeg uit Gelderland. Zo, van Nieuwkoop. En zo tikt de tijd weg. De blessuretijd bijna om. Vrije trap Rijnsburg. Hessing met het hoofd. Ignacio! Hessing, raak! Hoho! Jeroen Hessing! Vlak voor het verstrijken van de extra tijd. Is hier de winnende treffer. Tik via de keeper de goal in. 2 minuten geleden nog uitgeroepen. Tot man van de wedstrijd, Jeroen Hessing. Hij steelt de overwinning voor de Rijnsburgers. Bij die vrije trap dacht ik van ja, we zaten al een tijdje in blessuretijd. En ik weet als ik mee naar voren ga dat van hun zeker minimaal twee maar mee terug gaan. Omdat ze, ja, je wil die laatste goal natuurlijk niet tegenkrijgen. Dus de restverdediging was goed en ik denk ja, wat kan gebeuren. Mocht hij niet erin gaan, wat de kans natuurlijk heel klein was. Maar nee, mocht hij niet erin gaan, dan staat er een restverdediging. En de kans dat hij afleidt was ook wel redelijk groot. Dus ik denk ja, alles of niks. En gelukkig werd het alles dit keer. Je komt net hier naartoe lopen, toen riep er volgens mij iemand van Sparta Nijkerk tegen je. Je moet wel zeggen dat het een gestolen overwinning is. Voor mij heeft hij maar wel een punt. Ja, absoluut. Op basis van de tweede helft. Voetballend kwamen er heel moeilijk uit, zelfs met 11 man al. Daarna komen we nog met 10 man te staan omdat Tol een rode kaart krijgt.
En ja, dat weet je gewoon, is moeilijk. En het staat 0-0, dan is het in ieder geval zaak om het dicht te houden achterin. En om die 0 te koesteren. En dan hopen dat Reilly of Wijks wat geks doet. En dat je op die manier nog aan overwinning komt. Maar die basisintentie dan bij een rode kaart is in ieder geval de 0 houden. En dan het punt eruit slepen. En alles wat extra komt, dat is dan heel erg meegenomen.